En inmiddels is het weer tijd om te gaan kijken naar onze dieren. Ja, die moeten we natuurlijk ook allemaal verzorgen. En op mijn lijstje staat dat we het over wormen gaan hebben. Maar dierartspraktijk Bernhezen, ik neem aan dat we het niet over de regenwormen gaan hebben. Nee, we gaan het dit keer niet over de regenwormen hebben. De regenwormen die trouwens buiten zitten. Maar we gaan het over de wormpjes hebben die in het beestje zitten. Oh, dat is niet... En eigenlijk kunnen we zeggen dat alle beesten die wij in huis houden, of dat nou een hond of kat of konijn is, die zijn toch eigenlijk wel min of meer besmet met wormen. Oh, sowieso. Ja. Ook al is hij zo gezond, dan hebben ze toch wormen. Klopt. Dat klopt. Oh. En goed, dan is ook vaak het antwoord van de cliënt is van, luister, ja goed, ik zie geen wormen, dus hij heeft gewormen. Dat is natuurlijk dat is onzin. Ja. Moment dat jouw hond of kat buiten komt en contact maakt met ontlasting van een andere soortgenoot, want vaak vinden ze het interessant, ze gaan er snuffelen. Ja. Toch lopen ze als ware een beetje erheen. Ze gaan naar huis toe, gaan liggen, likken de pootjes en hoppatee. Dat zit erin. Inname van wormeitjes en de cyclus begint eigenlijk overnieuw. Ja. Toch is het zo dat honden en katten toch een bepaalde weerstand opbouwen. Ze kunnen een bepaalde infectie wel te baas. Echter, wordt het te veel, ja goed, dan gaat het er een bepaalde grens heen. En dan krijgen we inderdaad te maken met een besmetting. Wat zien wij dan? Wat ziet ons ware wij als baasje? Wat zien wij dan? Ja. Wij zien, want ik ben ook baasje van 3 hondjes. Ja. Wat, en gelukkig heb ik dat nooit meegemaakt. Want ik heb natuurlijk hier wormspul zat staan. Dat kun je wel begrijpen. Maar in ieder geval, wat kun je dan zien? Dan zie je inderdaad of inderdaad daadwerkelijk de aanwezigheid van wormpjes in de ontlasting. Ja. Dan is het al heel erg gesteld. Of inderdaad je zegt van, hé Frek, mijn hond heeft veel jeukklachten richting het anusgebied. Nou, dat is eigenlijk een beetje heel globaal, betekenen, daar is iets aan de hand. Ja. En wat je vaak ook meemaakt met puppies die zeg maar van niet rapid veer, niet traditioneel rasfokkers komen, waar de ontworming natuurlijk met de Franse slag geslagen is, dan zie je vaak zelfs puppies met wormen buikjes die helemaal vol zitten, eigenlijk, ik noem maar spaghetti. Baba, dat lijkt me echt smerig. Dat is hartstikke smerig en dat is ook hartstikke zielig, want op het moment dat je zo'n pupje gaat ontwormen, dan binnen een aantal uren, binnen de dag, nou, dan komt er een wolk van wormen komen eraf. En dan kun je bijvoorbeeld op het moment dat je ziet hoeveel pijn zo'n beetje eigenlijk heeft gehad. Oh. Dus het is zeker zaak om zeker volwassen honden en katten 4 keer per jaar te ontwormen. Al zie je ze niet. En dan heb je het weer, preventie is beter als genezen. Oké, en nou goed, dat is allemaal. Ik zit hier een beetje mee te kijken in de informatie die wij hier hebben. Dus even kijken of er een misverstand is. Je hebt namelijk dat het dier niet te behandelen tegen wormen is. Mijn hond of kat komt nooit buiten de deur. Is ook wel zoiets. Kijk, wij lopen natuurlijk ook op straat en onze schoenen komen natuurlijk ook op bepaalde plaatsen waar honden of kat ooit zijn behoefte heeft gedaan. Op het moment dat je binnenkomt en de hond begint al te snuffelen in je schoenen, want die ruikt er gewoon als waar en dan begint uiteindelijk de cyclus. Dus dat zijn vaak van die gedachtes van, hey Frek, mijn hond komt niet buiten. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen. Maar in ieder geval, mijn hond komt niet buiten, dus hij heeft geen last van wormen. Nou, dat is zeker zaak dat het wel zo is. Okay. Dat is wel belangrijk om bij te zeggen, dus zelfs pupjes kunnen besmet raken bij de teenval. Door het drinken van die moedermelk. Er zijn bepaalde larven. Ja, die gaan daar doorheen. Naar binnen inderdaad en die dringen naar de binnen. Oh, er zijn zelfs larven die kunnen door de huid naar binnen dringen. Dus je kunt je voorstellen dat natuurlijk als je denkt van ja, mijn hond komt niet buiten, dat zijn hond zeker wel een worminfectie meemaakt. En kan het dan alleen maar voorkomen bij honden en katten, dus ook andere dieren, bijvoorbeeld vogels of konijnen? Jazeker. Okay. Nou, de meeste wormen zijn weer dierspecifiek, dus de worm bij de hond. Blijven bij de hond en de wormen van de kat blijven bij de kat. Ja. In die zin. Dan kun je wel zeggen dat bij een kat zie je vaak de lintworm. Ja. Dat heeft een relatie ook met vlootjes, dus zeg je het weer. Dat is heel belangrijk om te weten. Ja. Een leerworm bestaat vaak uit een bandje met bepaalde segmentjes. En een spoelworm, wat ook de meest voorkomende wormen zijn, die zijn maar glad. Een spiertje als het ware. Ja. Maar goed, de meeste wormen zijn dierspecifiek. Maar ook die bij konijn komen alleen voor bij konijn. Oké. En is het dus belangrijk om die eens hier te spoelen, althans te ontwormen, zo noemen we dat dan. Okay. Ja, zeker. Alle tips die kunnen we nalezen op de website www.goedemorgenbernhezen.nl. Klik dan even op het dierenspreekuur en daar staan alle tips van vandaag en van de afgelopen weken ook op. Heb je dan toevallig zelf ook een vraag, dan kun je die ook gewoon stellen via de website. Wij zorgen ervoor dat de dierenartspraktijk in Bernhezen die vragen gewoon gaat krijgen. En wie weet wordt jouw vraag dan de week erop weer beantwoord. In ieder geval een fijn weekend en tot volgende week. Tot volgende week.